Verstuur, verstuur, vader, zend. Gaat het? Wat hebben ze gezegd? Wat, ik je had ge-sms'd. Heb je het bericht niet gekregen dan? Jawel. Oké. Antonio was eigenlijk blij voor mij. Hij was blij, verrassend genoeg. Of eigenlijk was hij verdrietigd. Het is niet zo om iemand zoals ik te laten gaan. Maar hij weet dus dat ik weg uit de studio. Dus hij werd niet boos? Nee, helemaal niet. Hij zei ook nog dat, dat ik kan rekenen op zijn voorwaardelijke steun. Onvoorwaardelijk, moet ik zeggen. Gefeliciteerd. Je nam net de belangrijkste beslissing van je leven. En de moeilijkste. Ja, zeg dat wel, ja. Maar ik voel me al veel beter. Nu is het mijn beurt. Diego, je gaat hier niet Waarom weg. Waarom zou ik niet weggaan uit de studio? Nee, je gaat niet weg. Ik heb hier niks meer te zoeken, oké? Hoezo niet? Je maakt je school af, je bent bijna klaar. Je hoeft nog maar even... Nee, wat ik nog moet leren, kun jij me leren. Ja, dat is eigenlijk wel zo. Ja. Precies, ja. Maar nee. Je hebt hier projecten. De band is een droom. Maak je opleiding af. Je hoeft nog maar heel even. Neem nu toch geen overhaaste beslissingen. Je kunt me echt niet op andere gedachten brengen, oké? Ik ga ook weg uit de studio. Stil, jongen. Wat? Ga je weg? En de band dan? Laat je niet in de steek?